Ja, wat goed jongens. Ja, maar kijken jullie wel uit voor de plantjes die er al staan? Ja? Kijk, het mooie van een tuin is dat, dat iedereen kan meedoen. Ik heb eigenlijk niet zulke hele groene vingers. En toen ik hier aan begon al helemaal niet. Dus ik heb gewoon hulp nodig. Dat was echt een voordeel. Ik kon het niet alleen. Ik had gewoon andere mensen nodig om het tot een succes te maken. En toen ik hier begon, was heel erg de vraag van wat gaan we hier nou doen als kerk, wat gaan we hier doen als christenen die hier wonen. En we zagen dat deze plek eigenlijk heel guur was. Er stonden hier heel veel bosjes en er werd heel veel drugs gedeeld. Het levensgevoel van mensen was eigenlijk van ja, weet je, in Moerwijk strandje een beetje. Juist mensen die eigenlijk wel opnieuw zouden willen beginnen in hun leven, die komen hier terecht. Maar vinden hier niet helemaal de mogelijkheden om dat te doen. En we dachten van laten we nou juist zo'n plek omtoveren tot gewoon een mooie en vredige plek. Om zo ook te laten zien dat we van de buurt houden. En ik denk dat deze tuin in zichzelf al een teken van liefde is voor de buurt en voor onze buren. Te laten zien dat wij het de moeite waard vinden om in deze plek te investeren, om het mooi te maken. Maar het is ook een plek waar we onderling ook vrede kunnen stichten. Er zijn hier best wel vaak burenruzies en er zijn een hoop mensen die dan zeggen, nou weet je wat, we gaan maar even naar de tuin. Dan gaan we even met Bettelies praten en kijken of we er dan uitkomen. Maar ook de zorg die we hier kunnen geven aan elkaar en de zorg aan de buurt laat denk ik zien dat we dat je in liefde heel veel kunt betekenen voor elkaar. Dit is Omid. Die is heel actief hier in de tuin en die heeft hier zijn eigen stukje, maar doet ook heel veel in het onderhoud. Ja, het is een leuke plek dat je kan mensen ontmoeten. Kan je gewoon lekker eten maken en samen met de mensen zitten en eten. Ja, het is het tweede huis, zeg maar. Ja, mooi. Het feit dat mensen in deze tuin iets van de liefde van God kunnen ervaren. Soms zonder dat ik daar woorden aan geef, maar gewoon door de plek. En hoe klein het ook is, hoe groot verschil dat maakt in het leven van iemand. Ja, dat geeft me moed genoeg om door te gaan als de brandnetels weer heel hoog staan. Nou, dit is de oogst, of een deel ervan. En ik denk dat we deze lekker gaan opeten. En er zijn ook een aantal mensen die heel goed weten hoe ze hier lekker taart van kunnen maken. En jam en dat soort dingen. Dus we hebben een grote oogst dit jaar, dus we kunnen er een hoop dingen van maken. Ja, ik denk dat ik mezelf de tip zou geven om wat meer geduld te hebben. Want Omid die zegt heel vaak tegen mij, joh Bettelies, het hoeft niet allemaal vandaag. Nee, het kan ook morgen. En dat is iets wat ik nu regelmatig tegen mezelf zei. En wat ik denk in het begin ook wel wat vaker had kunnen horen van mezelf. Rustig aan, het hoeft allemaal niet vandaag klaar.